haarverzorging na de zomer. Of na je vakantie vol met zon, zee en chloorwater. Hi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe haarvideo van Dazzling Beauty. In deze video ga ik je 5 haartips geven wat betreft haarverzorging na de zomer. Je hebt een heerlijke vakantie gehad, je bent lekker uitgerust, je bent super relaxed en zen. Alleen je haar is zwaar in de stress. Deze haarverzorging tips kun je heel goed gebruiken na de zomermaanden. Maar dat geldt natuurlijk ook als je een zonvakantie in de winter hebt gehad. Als je deze tips goed hebt opgevolgd, dan valt het allemaal nog wel mee. In die video heb ik je dus tips gegeven over de haarverzorging tijdens de zomer. Om je haar niet al te veel in een bosje stro te laten transformeren. Het ene haartype is gewoon wat gevoeliger dan het andere haartype. En kan net even wat meer boost gebruiken. De 5 tips die ik ga geven wat betreft haarverzorging na de zomer is voor ieder haartype geschikt. Zoals ik al zei, het ene haar heeft net even wat meer nodig, wat extra verzorging. Maar alle haartypes kunnen vaak wel weer even een boost gebruiken na die zomer. Je haar is een beetje uitgedroogd, het is een beetje dof, het voelt misschien echt touwerig aan. Als je goed voor je haar zorgt, heb je waarschijnlijk tijdens de zomermaanden speciale zonproducten voor je haar gebruikt. Heb je dat niet gebruikt? Nou, misschien is dat een tip voor volgend jaar. Als je die gewoon intensief hebt gebruikt, ja, dan zijn die nu na een paar maanden wel op. Dus wordt het tijd om weer je nieuwe haarverzorging uit te kiezen. Wat past bij het komende seizoen. En om je haar weer eens even flink te herstellen. Want we willen natuurlijk allemaal een mooie, gezonde en glanzende bos met haar. Nou, wanneer jouw haar een beetje stress heeft gehad door de zon, door het zeewater, door zwembadwater, ja, dan heb je wel even een opknapbeurt nodig. Wat je als eerste het beste kunt doen is, laat de puntjes van je haren knippen. Dit is super belangrijk, want wanneer jouw haar beschadigd is door de zon, of door het zeezout, of door het chloorwater in het zwembad, ja, die beschadigingen kun je wel iets herstellen met wat producten, maar je kunt het beste die puntjes gewoon weer lekker even laten knippen. Dan heb je gelijk weer een fris kapsel. Als je dit niet doet, dan zal jouw haar niet voor 100% kunnen herstellen. Dus haren knippen, ja, dat is echt wel een must-do wat je moet doen om jouw haar te herstellen. Tip nummer 2. Jouw hoofdhuid kan echt wel een heerlijke massage gebruiken. Je zult misschien merken dat je hoofdhuid ook wat droger is geworden. Je haar is wat droger, je hoofdhuid is wat droger. Heb je nu echt extreem last van vet haar, dan kun je deze tip beter niet opvolgen. Want tip 2 is namelijk, masseer de hoofdhuid. De hoofdhuid masseer je door de bloedcirculatie te stimuleren. En een betere doorbloeding in de hoofdhuid zorgt ook voor gezonder haar. Wanneer jij een hoge talgproductie hebt, dus wanneer je snel last hebt van vet haar, dan kun je dat beter niet te veel doen. Je kunt het dan heel lichtjes wat masseren, maar doe het alsjeblieft niet te lang, niet te stevig en niet te veel. Heb je geen last van vet haar? Nou, dan kun je lekker, bijvoorbeeld met een shampoo in je haar, kun je lekker dat haar gaan masseren. De hoofdhuid masseren. Je kunt dit zelf doen, maar je kan natuurlijk ook aan je partner vragen of die dat even doet. Vaak als iemand anders aan jouw hoofd zit, voelt het meestal wat lekkerder. Hier kun je bijvoorbeeld ook een hoofdhuidmassage tool voor gebruiken. Zoals zo'n hoofdhuid massagespin. Die zet je dan op het hoofd en dat kun je dan een beetje zo over het hoofd bewegen. Ook een super lekker en relaxed gevoel. Maar je kan dat natuurlijk ook gewoon lekker onder de douche wanneer jij je haar aan het wassen bent met de shampoo. Of tijdens je haarmasker of conditioner. Dan zijn die verzorgende producten gelijk goed ingewerkt. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je dan ook de juiste shampoo, conditioner
en een voedend haarmasker gebruikt. Waarschijnlijk heeft jouw haar iets meer hydratatie nodig. Het is meer uitgedroogd door de zon. Bij een haarverzorging na de zomer is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je de juiste shampoo, conditioner, masker en eventueel een olie of een serum kiest voor jouw haar. Met alleen een shampoo kom je er niet. Jouw haar heeft wat rust nodig, dus absoluut geen agressieve reinigers. We gaan dus voor een mildere shampoo. Daarnaast gebruik je altijd een verzorgende conditioner. En als jouw haar echt extreem is uitgedroogd, dan kan één keer per week een voedend masker echt wonderen doen. Een masker is vaak een intensievere verzorging dan een conditioner en is daardoor de juiste aanvulling om naast je shampoo en conditioner te gebruiken. Je kunt ook kiezen om daarnaast nog een olie of een serum voor je droge haren te gebruiken. Dat geeft ook gelijk een mooie glans. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten haarverzorgingslijnen van de meest uiteenlopende merken in diverse prijsklassen. Wil jij jouw haar echt een boost geven met de juiste voeding? Ja, dan kun je natuurlijk het beste kiezen voor kwalitatief goede producten. Daar zijn er natuurlijk ook heel veel van. Hier onderaan in de beschrijving heb ik de top 3 van Dazzling Beauty voor je op een rijtje gezet. Met linkjes waar je die producten eventueel kan vinden. Ik heb het over een Kerastase lijn, Olaplex en een lijn van Qi. En het zijn alle 3 hele verzorgende, voedende en herstellende haarverzorgingslijnen. Tip nummer 4. Geef je haar wat rust. Nou, je haar heeft echt veel te verduren gehad. En dat merk je eigenlijk pas als het leed al geschied is. Je haar heeft natuurlijk niet echt gevoel. Dus ja, dat een beetje verbrandt door de zon bijvoorbeeld, dat voel je niet. Dat merk je pas na de zomer. Dat je denkt, nou, dat haar dat is droog, dof. Het voelt helemaal niet lekker zacht. Ja, nou, heel belangrijk is om je haar gewoon rust te geven. En met rust bedoel ik, vermijd zoveel mogelijk warmtetools. Als jij bijvoorbeeld op haar dat echt droog en beschadigd is door de zon, als jij daar een warmtetool op gaat gebruiken, zoals een krultang of een steltang, ja, warmte droogt het haar nog meer uit. Wil je toch een warmtetool gebruiken? Zet de temperatuur dan op de laagste stand. En gebruik natuurlijk altijd een heat protector. Om je haar nog meer rust te kunnen geven, is het ook prettig om die te hele strakke elastiekjes te vermijden. Doe je staart wat losser of maak gebruik van zo'n fijne invisible, die iets minder beschadigend is voor het haar. En nog een super belangrijk punt om je haar rust te geven, vermijd hele grote chemische haarbehandelingen. Ik kan me voorstellen dat jouw haar er vaal uitziet en dat je misschien eigenlijk wel helemaal iets anders wilt. Het ligt er een beetje aan hoe jouw haar eraan toe is. Maar ja, geef het eerst even wat rust voordat je jezelf een hele andere haarkleur bijvoorbeeld aanmeet. En die haarkleur brengt mij bij tip nummer 5. De zon doet meestal geen goed voor je haarkleur. En als je pech hebt en je haar dus niet goed verzorgd hebt tijdens de zomer, dan kan het ook wel eens voorkomen dat je een beetje een groenige gloed in je haar krijgt. Dit zie je vooral bij blond tinten en waarbij het haar ook zeer poreus is. Maar het heeft toch altijd ook te maken met de juiste haarverzorging. Tijdens de zomer, tijdens jouw zwembadsessies, in de zon, in de zee. Nou goed, dat wil je natuurlijk niet. Die groene gloed, dat kan opgefrist worden. No worries. Is het echt extreem? Ja. Dan zal er iets van blondeer aan te pas moeten komen. Maar om jouw haar dus eerst goed te laten herstellen, is het bij een haarkleur niet verstandig om gelijk hele grote veranderingen te doen. Nou ja, en bijna iedere haarkleur die is vaal geworden, of je hebt misschien een uitgroei, of het is extra opgelicht.
Nou, er zijn wel degelijk dingen die je kunt doen. Je kunt de kleur natuurlijk gewoon opfrissen. Je kunt je uitgroei bijwerken. Misschien als jouw punten wat lichter zijn geworden, dat jouw kleur iets aangepast moet worden op de uitgroei. Je kunt wat highlights in het haar laten zetten of wat lowlights om het net even weer een boost te geven, die kleur. En dan zijn er ook nog de kleuropfrissers. Je zult zien als die kleine kleurveranderingen zijn toegepast op jouw haar, dat het er gelijk alweer heel anders en mooi, fris, glanzend uitziet. Want vaak als jouw kleur echt lelijk is geworden, vaak heb je dan het gevoel dat je iets heel anders wilt. Nou ja, dat kan wel, maar daar zou ik nog even een ronde mee wachten tot jouw haar weer sterk is en stevig genoeg om die extra chemische behandeling aan te gaan. En heb je daar allemaal geen zin in deze tips en wil je gelijk hele veranderingen met je haar of weet ik veel wat, dat moet je natuurlijk lekker zelf weten. Dit zijn hele handige tips die jou kunnen helpen om jouw haar eerst weer netjes, mooi en glanzend te laten herstellen na de zomer of na jouw zonvakantie. En dit waren mijn 5 haarverzorgingstips voor na de zomer om jouw uitgebluste haar weer lekker een flinke boost te geven, zodat het er weer mooi, gezond en glanzend uit gaat zien. Ik hoop dat je mijn tips leuk vond. Geef deze video wat liefde door een duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Dazzling Beauty. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik je heel graag weer in een nieuwe video. Be dazzled! Doeg!